Welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 87. 87. Begin mei, buiten wordt het weer beter, weer lekker warmer. Kunnen we van hieruit toevallig zien, de zon schijnt buiten nu. En we hebben weer een hele nieuwe update. Leon is ook weer terug. Is wel mooi, een beetje aanspraak ook, want de vorige keer heb ik teruggezien uiteraard. Is leuk, maar het is vooral veel praten als je de hele tijd alleen maar zelf bla 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 bla. Zonder dat er iemand bij zet. Had ook een buikspreekpop erbij kunnen pakken. Ja, dat klopt. Dan heb je weer een arm die je niet kunt gebruiken. Dus we zijn weer met z'n tweeën. Om jou wat nieuwe dingetjes te laten zien. Ik kan wel meteen starten eigenlijk. Is goed? Ja, dat mag. Oké. Ik heb hier een kaartspel. Nou, wauw. Ik zal even wat uitleggen. Je hebt diverse soorten mensen die zeg maar in de entertainment werken. Je hebt goochelaars, je hebt mentalisten, noem maar op. Nou is het zo dat als een goochelaar, die zou jou vragen, pak een kaart. Weet je wel? Dat zullen ze steeds vaker. Dus voor het idee, ik heb hier een spel met allemaal verschillende kaarten. Voor het idee, zo. Mm-hmm. Die zal, of die zal bijvoorbeeld zeggen, pak ergens een stapeltje eraf. En dat hou hem even. Dat is onze kaart, dat houden we even. Goed, laten we ook even de camera zien. Ja? Kijk, ja. Gaan we maar terug. Kijk, heel goed. Kijk, een mentalist, die zal nooit de kaart laten kiezen. Hè? Die hoeft geen trucje ervoor te doen. Die zegt, denk aan een kaart. Even eerlijk, we hebben niks afgesproken, hè? Nee. Denk aan een willekeurige kaart. Normaal vraag je het ene aan de toeschouwer, dus wat je net gedaan hebt, en het andere aan de tweede toeschouwer. Bij gebrek aan de tweede toeschouwer is Leon twee toeschouwers tegelijk. Ingewikkeld, ingewikkeld, ingewikkeld. Dus noem een willekeurige kaart. Schoppenacht. Schoppenacht, nou. Kijk, alleen zegt de goochelaar of de mentalist dan, houd het in gedachten. Ben ik het trouwens helemaal vergeten. Voorspelling. Sorry daarvoor. Maar dan komt het. Je had net een kaart gekozen, die heb ik nog niet gezien. Ik ga op zoek naar jouw kaart. Ik denk dat ik hem heb. Welke kaart had jij net, toen jij het stapeltje aftelde en bekeek, gekozen? Klaar voor 7. Klaar voor 7. Tadaa. Hoe goed is dat? Maar niet alles, niet alles, niet alles. Dat wist ik al van tevoren. Want in deze envelop zit namelijk een kaart. Envelop gaat leeg en het is ook de klaveren 7. Mm-hmm. Nou, voelt best knap. Maar ik had je ook gevraagd, stel voor dat ik een mentalist zou zijn en je zou de kaart mogen denken. Dan zou jij denken aan, wat ik weet helemaal wat je had. Schoppen 8. Schoppen 8. Ja, daar heb ik niet echt een oplossing voor. Dus niet de kaart die kaarten nou gebruikt allebei. Maar het leuke is, ik heb gisteravond op allebei de kaarten iets geschreven. Ik zal je laten zien precies wat. Kijk. Op deze kaart heb ik achterop geschreven. Schoppen. Zie. En op deze 8. Oftewel schoppen 8. Nou, mooi. Ik zelf vind dit een heel leuk truc, laat ik het zo zeggen. En de reset is ook heel simpel. Ik doe het even wel onder de tafel, maar even voor het idee te geven qua tijd. Dit is je reset. Zo. Keurig netjes weer opgeborgen. Dit gaat hier terug in. Nou, wat is het voor truc? Ik zal even laten zien. We hebben het hier over Omen van LKSR Magic. Fantastisch leuk ding. Makkelijk te doen. Ik vind hem ook heel verbluffend. Ik vind hem ook sterk. Ja, en dat is echt gemakkelijk ook. Elke willekeurige kaart die mensen noemen, verschijnt achterop de kaarten. Dus het maakt niet uit. Ja, oké, joker kunnen ze niet noemen. Maar voor de rest, alles. Maar je zegt gewoon, ik heb een kaartspel, zit er geen jokers in, bla bla bla. Dus mensen mogen alles noemen en het verschijnt op de kaarten. Als je de trailer bekijkt van LKSM, dan zul je zien dat ze een extra kaart gebruiken. Dan kun je dat verpakking ook zien. Four of Spades. Nou, de of in Nederland gebruiken wij niet. Het originele idee overigens, Chris heeft aangeboden in LKSM, was ook zonder de of. Die had ook maar 2 kaarten. Maar omdat ze in Amerika en Engeland werken met de four of Spades, hebben ze daar een joker aan toegevoegd om die of te kunnen waarmaken. Maar wij gebruiken die joker niet. We leggen een joker op tafel van tevoren. Wij gebruiken enkel de 2 kaarten die logisch zijn in het spel. En we kunnen gewoon, in dit geval, schoppen 4 of wij hadden een schoppen 8 gebruiken. Je ontvangt het helemaal compleet. Voor een prijs van €39,50. Ja, je krijgt een DVD. Je krijgt het kaartspel. Ik heb nog een online video erbij. In principe helemaal kant en klaar. Ja, en die kant en klaar niet. Je moet alleen nog even zelf opschrijven. Dat hebben ze niet gedaan omdat ze niet weten in welk land jij zit. Dus kunnen ze niet daar
In het Engels alles opschrijven, want veel mensen weten niet wat een clubs of spades of diamonds is. Dus Omen, inderdaad, ja, 39,50. Maar dat kan hem bij braaien dan eigenlijk. Moet je erin zelf maken. Even gaan spreken. Ja, nou, dat is Omen. Dat was numero uno. Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Spelletje kaarten, René. Vandaag hebben wij veel spellenkaarten. Ja, vertel. Ja, wat gaan we doen? Zou je ergens stop willen zeggen? Stop. Hier? Ja. Oké. Okay. Mag ik deze kaart bekijken? Laat niet iedereen zien. Ja. Mag ik wel de camera laten zien? Ja. Ik kan het eigenlijk zien. Mag ik hem hier even ergens tussen duwen? Yes. Fijn, ja. Ik moet echt opbergen dat hij niet meer vindbaar is. Ja, hij is niet meer vindbaar. Nu even tussen de kaarten. Dan ga ik proberen, René, om jouw kaart terug te vinden. Nou, succes, want je hebt het goed opgeborgen. Wat hebben we daarvoor nodig? Dit doosje. Zin? En jouw kaartje spreekt in één keer naar boven, de schoppenvrouw. Dan kan ik je even mededelen dat er iets meer misgegaan is, want ik had een andere kaart. Ja, maar daarom heb ik dat doosje meegenomen. Ik zal die even laten zien. Zo. Zo. Ja, ik zie nog. En we hebben een zwart geblakerde ruiten 3. Ja, het was wel de ruiten 3 in ieder geval. Cool. Ja. Hadden we dit al getest? Nee, dit is de eerste keer dat we doen. We hadden het niet getest. Het gaat ook niet zozeer om de truc die je nu hier hebt gezien, maar om hetgeen wat je krijgt. Dat kunnen we ook eens laten zien verder. Nou, ik heb precies verteld wat wij gedaan hebben, niet qua kaartjes en alles, maar dit zijn flash speelkaarten. Mm-hmm. Hoe had je deze vastgeplakt? Dat heb ik gedaan met pret. Ja, maar waar? Op de hoekjes, hè? Alleen? Op de hoekjes. Maar ik gok misschien dat je misschien een heel klein beetje te veel pret hier gedaan hebt. Oké, okay. Dan weten we dus als je te veel pret gebruikt, dan zou je achterkomen dat het echt niet meer kan branden. Het heeft natuurlijk zuurstof nodig om eronder mm-hmm. te kunnen. En ik denk inderdaad omdat ook... dat er zuurstof bij zit, dat die... Maar waarschijnlijk komt het ook als je de kaart namelijk graag op... Nou heb ik hem even plat liggen, zodat je op de camera goed kunt zien. Maar normaal heb je hem zo vast, dus dan stik je hem onderaan. En dan krijg je ook natuurlijk een grotere vlam, waardoor dat, neem ik aan, ook verder helemaal in één keer goed opbrandt. Ja. Dan zou dat hoekje ook in één keer weg. Want ik denk zelfs als je hem net, alleen twee hoekjes zou vastzetten met lijm, dat hij beneden los is, zeg maar, en je steekt mm-hmm. hem dan aan, dat hij ook brandt. Normaal gaat het dus echt op flash papier, normaal gaat het echt gewoon... Ja. Alhoewel dit ook natuurlijk wel magisch is, want het is ook gaaf. Je krijgt 10 kaarten. Oh, dat is wel hetzelfde. Soms zijn ze allemaal verschillend. Het is verschil per pakje, zie ik. We hebben verschillende pakjes, zo was het. Ja, voorheen waren de kaarten per pakje verschillend, maar tegenwoordig hebben we volgens mij verschillende pakjes. Oh, daar heb ik niet op gelet, eerlijk pakjes, gezegd. Maar ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. En niet alleen hebben wij beeldzijden, maar gloednieuw, speciaal laten maken voor ons, hebben wij ook rugzijden. Dan zeg je, wat moeten we met die rugzijden? Nou... Wij verkopen een truc. Juist. We verkopen meer trucs. Stickman Bob. En daarvoor moet je eigenlijk zelf je kaarten printen. Oftewel rugzijden van rode bicycles. Niet meer nodig. Wij hebben ze nu kant en klaar. Stickman Bob, gaaf effect trouwens. We hadden hem nu willen laten zien, maar hebben we niet de tijd gehad om voor te bereiden. Waarbij je met een kanon schiet op een kaartspel en er brandt de contour van een mannetje, stik maar boven het poppetje, brandt uit het kaartspel. Een heel gat in het kaartspel, tot bij de gesigneerde kaart. En de gesigneerde kaart heeft ook een contour van het mannetje erop gebrand staan. Dus net als dit, maar dan op de achterkant van de kaart staat dan een poppetje op. Kijk even de trailer op de website. Hebben we nu compleet, dus je hoeft niet met je eigen kaarten te printen. Dus je hoeft niet met je eigen printer te laten ontploffen omdat je iets verkeerd doet. Om de kaart te printen. Het kan een inkjet printer of flashpapier printen. Het kan. Maar we raden het niet aan. Maar het kan wel. En de kaarten kosten 57 per 10 velletjes. Ja. En even voor de duidelijkheid, de rugzijnen
is aan één kant. Het is niet aan twee kanten. Het geldt ook voor de beeldzijnen. €7,50 per pakje. Deze kaas is maar makkelijk terug te vinden trouwens. Die zou ik eigenlijk gebruiken. Je kan zo... Papier is wel de beste... Nee, maakt niet uit. Ik denk dat we deze maar niet meer gebruiken. Fles speelkaarten. Oké. Okay. Ja. Eén voorspelling. En wederom. Eén spel. Kaarten. Het is de dag van de kaarten vandaag. Het is meestal een dag van weg. Ja. Wij hebben... beeldzijden. En we hebben... rugzijde. Waarom laat hij dat zien, denk je dan? Daarom, omdat mensen altijd denken, ja, er is iets speciaals ergens met kaarten. Is niet het geval. Oké, okay. Leon, jij mag stop zeggen waar jij zelf wil, terwijl ik door de kaarten ga. Op de plaats waar jij zo meteen stop zegt, mag ik nou nu ook al op, leggen we een kaart zo meteen met de beeldzijde omlaag. Jij mag stop zeggen waar jij zelf wil. Stop! Zeker? Deze kaart? Ja. Of de volgende? Nee, die nou. Deze. Oké. Okay. Leggen we ook een keer neer. We leggen de rest. Ik ga ook netjes omdraaien dat we niet vals spelen. Ik zal eerlijk doen, langzaam kijk. Niet vals spelen. Fair, toch? Oké. Okay. Dat betekent dat er nu één kaart omgekeerd zit in het spel. Zie? En het is de harten aas. Dat is de harten aas, ja. Mooie keuze. Dit is jouw kaart, waar ik stop ben. Maar de vraag is, wat staat er op de voorspelling? Oeh. Oeh, een harte haas. Ook natuurlijk een harte haas. Dit is de prophecy van Jean-Pierre Valerino. Uit Frankrijk. Voor de prijs van €37,50. En ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het deed... advies, toen veel bezig dat ik doe, Maar ik heb het nu een paar keer al gedaan. En eigenlijk is het ook wel makkelijk en toch wel, eigenlijk wel grappig. Wat denk je nu dan? Nee, maar, nee, maar dus, ik vind het toch wel. Ik vind hem steeds leuker worden. Eerst dacht ik, Leon zegt ook toen je het effect zag: ja, maar je kan ook een soortgelijk effect doen zonder. Dus met een gimmick, waardoor het eigenlijk makkelijker is. Leon is nogal van de grepen. Die zegt: ja, maar je kan ook zo, en ik kan ook zo, en ik kan dit en dat. Zeg, dat kan. Zeg maar, laat mij maar lekker op deze manier werken. Voor zo de mensen die niet. Ja, snap, het is een verschil tussen ons. Ja, ik vind het een leuk ding. Prophecy. Ontvang je, ik even denk, ook helemaal compleet. Dus je hebt niks toe te voegen behalve een voorspellingkaart, omdat je zelf kunt kiezen welke kaart dat uiteindelijk eruit komt. Kan per keer verschillen dus. Zit die er niet bij, je pakt een ander kaartspel, een kaart. En voor de rest, super gemakkelijk. Prophecy van Jean-Paul Valerino, kaartspel met video-instructies voor de prijs van... €37,50. €37,50. Nice. Oké. Okay. Ja, dan zal ik ook maar eens even wat laten zien. Ja, er werd tijd. Oh, wacht. Netjes opruimen ook. Sorry voor het onthoud. Of netjes opruimen, ja. René, wat denk je wat daarin zit? Pinda's. Pinda's. Een beetje vloeibaar, zie ik. Vloeibaar. Dan zijn het geen panda's. Mag even. Dan gaan we meteen door. Ik heb nog een trucje. Oké. Doe meteen even achteraan. Kom hier zo op terug. 50 cent. 1, 2. Een beetje goed concentreren. En kijk, er gebeurt er iets magisch. Wat doet die allemaal? Helemaal niks eromheen, niks erop. Dus in principe gaat die munt vanzelf omhoog. En omlaag. En weer omlaag, hè? En dit is een hele mooie nieuwe truc. Nou, dat is ook een hele mooie nieuwe truc. Er zijn twee hele mooie nieuwe trucs, zou ik zeggen. De eerste heet... Coin from Tube.
zeer toepasselijk voor een munt die uit de koker komt. En de buisje komt. Coin from Tube. Voor de prijs van €29,95. Zeer mooi gemaakt. Geen vingervlugheid nodig. Toch? Nee. De gimmick die je erbij krijgt, is het geld al waard. In principe, ja, normaal betekent voor de truc, bla bla bla. Maar het is heel goed gemaakt. Ik vind hem ook heel mooi. Ja, ja. En laatst zei er ook iemand van, zo mooi heb ik eigenlijk nog niet gezien. Ja, en dat kunnen we niet laten zien wat datgene... Ja, je hebt het al gezien, maar ook weer niet. Zo, dat is even lekkere taal. Maar je hoeft niks te palmeren, dus niks te verstoppen in je hand. Je pakt het buisje, gooit eruit en je valt 50 euro cent uit. Ja. Ja, en de tweede was de Rising Coin on Cards. Ook een toepasselijke naam. De Rising Coin on Cards. Ook mooi gemaakt. Dit is allemaal zeer mooi. Exclusief bij Dynamite Magic Shop in deze uitvoering met 50 cent en alles. Dus, mooi gemaakt, ja, degelijk mooi gemaakt. Voor de prijs van €27,50. Bij beide trucs ontvang je Nederlandstalige video-instructies. Dus we leren je precies hoe het allemaal werkt en hoe je het zou kunnen inzetten, hoe je het kunt gebruiken. Dus wat wil je nog meer? En even voor duidelijkheid, er wordt geen gebruik gemaakt van magneten of draden. Nee, geen. Nee, er is niet meer dan wat je nu gezien hebt. Kaart en een munt bij de ene truc. En hier een kokertje en een munt. That's it. Ik heb hem nou even anders gedaan dan hoe ik hem normaal zou doen. Ja, we hebben deze keer weer gecombineerd. Dat bedoel je. Ja. Ja. Dus je kunt altijd even dus nog de trailer kijken op de website. Dat is een andere video. Dan zie je een andere performance, zeg maar. Ik vind het heel duidelijk. Ja. Zeer duidelijk, zeer duidelijk. Ja. Nou, dan gaan we weer. Ik heb hier een. Laat het netjes bij liggen. Het is de dag van de voorspellingen. Eén voorspelling. Daar ga ik verder niet meer aan. Eén stift. En drie keer raden. Een kaartspel. Nou, zo, dat hadden we niet verwacht. Een kaartspel. Leon. Jij mag een kaart. Ik ga laten zien dat alles verschillend is. Bovenaan ook. Dat laten we zo doen. Dat is beter misschien. Alles werd gillend. U mag een kaart uit het spel zoeken. Eentje die u leuk vindt of niet leuk vindt. Maakt niet uit welke. Yes. U mag de voorkant van de kaart voorzien van een krabbel, tekening, weet ik veel. Iets dat we kunnen herkennen dat het jouw kaart is. Wat zou een kunstwerkje aan? Nu ben ik even denken. Ik kan de truc... Ja, oké. Okay. Kijk, zo werkt het hier. Tijdens het opnemen wijzigen we gewoon hetgeen waar we mee bezig zijn. Nou, waarom zeg ik dit? Je kunt deze truc in meerdere uitvoeringen doen. Dat wil zeggen, je kan het doen voor de mensen die gevorderd zijn onder de neus. En je kan het doen zodat iedereen het kan. Ik ga de versie doen dat iedereen de truc kan. Goed? Kunnen we achter je neus doen. Ja, oké. Okay. Ik laat zien wat ik bedoel. Leon, je mag de kaart ergens terugleggen in het spel, zonder dat ik weet waar het is ook. Ja. Ja, oké. Okay. Ik ga zo meteen jouw kaart zoeken. Dat ga ik doen achter mijn rug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Welke kaart had jij gekozen? Een rijdt de vrouw, want het is de dag van de vrouw. Ik viel hem ook al op. Maar dat zou nog niet opgevallen. Het is niet de harde 3. Nee. Niet rijdt de 4. Nee. Toch geen klaar voor 9. Oké, dit is even niet helemaal de bedoeling. Dat betekent eigenlijk dat je al deze kaarten natuurlijk... Ja. Welke kaart had je wel trouwens? Ruit de vrouw. Wat? Dat is een rode kaart met zo'n... Ja, ik weet hem eruit. Raampje erop, zijn er ook maar eens. Een randje. Dit is op zich natuurlijk vreemd. Zij het dat hier op het doosje een kaart ligt, de al de hele tijd. Jij mag zelf die kaart even openvouwen. Een aantal trouwens wel liggen. En even laten zien welke kaart dat is. Maar dat is een koning. Even serieus?
Ja, ik heb er een koninkje op getekend eigenlijk. Alleen heb je geen kroon op. Dus even voor duidelijkheid. Dus dit is gewoon jouw kaart. Eruit te vrouwen. Dus jouw kaart lag er al de hele tijd, terwijl je eigenlijk nog een hebt, terwijl die niet eens... Hé? Ja, even uitleg. Dit is Switchbox, Michael Chatelain. Heel mooi. Ja, Michael Chatelain heeft goede ideeën. Persoonlijk vind ik het niet altijd dat ik zeg, het is praktisch bruikbaar. Dus mm-hmm. We waren voorzichtig met de Switchbox. Niet meteen grote aantallen daarvan in te kopen, hebben we eerst een paar gekocht. En toen we gingen spelen dacht ik, dat is een gaaf ding. En we waren ook zo weg, dus we hebben besloten ze toch maar meer een groter aantal voorraad te leggen. Pak het voorzichtig aan. Ja. Maar voordat we hem kregen ook, toen zei ik tegen René, ik ben benieuwd of dat wat is. Want persoonlijk denk ik af en toe wel eens, mag ik eerlijk zeggen, Michael Chatelain, dat is het net niet. Maar die heeft wel een paar mooie dingetjes. Ja, en deze valt er zeker onder. Ja, die is zeker. En het is, ja, we kunnen niet zien hoe het gemaakt is. Het is super makkelijk. Eigenlijk is hij kant-en-klaar voor gebruik. Het enige wat je moet aanpassen, een minuutje werk, is de kaart die je wil gebruiken. Terwijl hier lag net de rode kaart die erop lag, zeg maar. Daar hebben we voor gekozen met deze rode kaart. Dus moet je even vouwen en moet je even voorbereiden voor de truc. Dus je kan, als je zegt, ik pak een ander soort kaart, ik pak een bangbiljet, ik pak een briefje. Alles wat je erop legt, kun je verwisselen voor iets anders. Ja, dat is er gebeurd. Dit is niet de kaart die daar lag. Waarom mogen we dat zeggen? Omdat het toch Switchbox heet, dus dat kun je zelf ook bedenken. Je hoeft niet de kaart zo af te halen, je kan de kaart er ook afgooien. Je hebt allerlei manieren om dat te doen. Beter overigens, dat hebben we nu niet gedaan, is als je in het begin de kaart met een elastiekje vast hebt op het doosje. Want het is raar als je dit uit je zak haalt. Dus als je zegt, ik heb een elastiekje om, haalt het elastiekje eraf en legt het dan neer. Dan heeft het ook een logica dat jouw kaart erop zit. Zo staat het ook in de routine. Maar het is goed gemaakt. Switchbox hebben we in twee kleuren, rood en blauw. Daar gaat het om de kleur van het doosje, dus niet van de kaart die erop ligt. Dit is de blauwe, zoals je kunt zien. Ik kan het gewoon aan twee kanten laten zien, ook niks met een hand verder. Dus er kan ook een spel kaarten in van tevoren, dus je kan je kaarten eruit halen. Met de kaarten buitenkant met het elastiekje vast. Alles self-contained. Resetten duurt 3 seconden. Ja, en als je het met een blauwe kaart wil gaan doen, gebruik dan een rood doosje vanwege het contrast. Ja, daarom is wel mooi. Hoeft niet, ja. Hè, maar het is wel mooi. En andersom natuurlijk, als je rood pakt, pak dan geen rood doosje. Ja, ik vind het een tof ding. Switchbox kost overigens 39,95. Volgens mij zitten we met alles vandaag een beetje rond de 40 euro. Dus je kunt het doen met kaarten en biljetten? Biljetten, maar ook voorspellingen. Je kan zeggen, ik heb hier een voorspelling liggen. En ja, met bepaalde technieken kun je dan voorspellingen schrijven, laat ik het zo zeggen. En die kun je dan laten matchen, zeg maar. De Switchbox, ook met online video instructies en compleet met het kaartdoosje. Je pakt je eigen kaartspel erbij. Nou, ik ben hier doorheen, maar jij hebt nog wat liggen, zie ik. Ik heb nog wat liggen, ja. Het kaartspel met een lange naam. Ja. Het Premier Edition Jet Black Deck. Zo, goedemorgen. Zo. Het ziet er nog niet uit vandaag, ja. Dat is nog nieuw, ik heb net de cellofaan eraf gehaald. Ik heb het niet uit het doosje gehad. Mooi doosje, metallic folie. Oh. Glim, glim, glim. Ja, ik weet dat er een dubbel backer in zit, dat heb ik bij de tekst op de website gezet en er zit volgens mij een blanco kaart er nog, maar die komen zo meteen achter. Daar gaat hij. En ik vind ze mooi. Ik zag ze al op de website staan. Ja, de kleuren zijn net weer iets anders dan de normale zwart en rood kleuren. Het is net iets, rood is iets donkerder, moet ik zeggen. Ja, het is donkerder. Maar voor de rest, het ziet er gewoon uit als bicycle, alleen denk ik dat de azen, ja, ze hebben het groter, een beetje à la Phoenix, zeg maar, een beetje groter. Zie je, grote blanke kaart extra, double backer extra en schophaas. Mooi doosje ook. Ja, aan de achterkant is te checken ook eventjes. De rug zijn de backs. Ik vind strak, het mooi design. Niks van te zeggen. Ja. Ja, top. En de doosje is volgens mij ook dikker dan normaal. Ja, het is allemaal dikker. De kaarten zijn ook mooi. Klinkt ook goed, zeg maar. €16,95. Dat is echt ook super plat. Mooi. En we zijn wel bijna. Ik zal ze hier inleggen. Jij hebt daar nog meer spullen liggen. We zijn er bijna. Want Jumbo kaarten meegenomen, hè? We hadden nog niet genoeg. Zou je een kaart willen pakken? Het allemaal te houden. Een vrouw? Nee. Oh. Al bijna. Nee, dit zijn de nieuwe close-up maten, hè? Heel mooi, echt. Ik had ze vast in de dag.
als die van mij kapot is, dan ga ik voor deze. Ja, dus dat even uitleggen. Hoe zou ik het uitleggen? Nou, we verkopen al jaren de Vincenzo Di Fatta matten. Vincenzo Di Fatta, Italiaanse fabrikant, maakt deze matten in 4 kleuren: rood, blauw, groen, zwart. Die heeft de Israël heeft ook misschien diverse diktes. Maar zo dik als de matten die we nu hebben zijn, hadden we ze nog niet. Dat wil zeggen, we gaan stoppen met deze matten. Dit is de mat die wij hier gebruiken. Met de verkoop van deze matten. Dus als ze op zijn, komen ze niet meer nieuw. We stoppen nu niet mee, maar als ze op zijn, komen ze niet meer nieuw. Daarvoor in de plaats komen deze matten. Want als je bekijkt hoe dik dat de deluxe uitvoering zijn. We hebben namelijk deluxe. En we hebben... Standaard. En deluxe is echt heel dik. Ik vind, die echt heel fijn. Je kan ook op de website even kijken, de foto's die erbij staan. Dan zie je echt hoe deze kun je dubbel zo ver induwen. Maak het plastic los. We hebben eigenlijk geen uit de plastic gehad. En kijk maar wat idee. Check even hoe dik dat deze matten zijn. Dat is gewoon een centimeter. Echt, dat is echt gigantisch dik. Kijk, in deze matten, je kunt ook vergelijken met dit, zeg maar, de standaard matten. Dus het is echt iets meer dan de helft. Het is echt een millimeter of 4-5, want dit is echt gewoon een centimeter. Dit is echt gewoon echt heel dik. Ja, dit zijn de deluxe matten, 16 bij 23 inch, oftewel 40 bij 58, zeg maar 40 bij 60 ongeveer centimeter. In deluxe uitvoering, ook een zwaar gewicht, 27,95. Dus het is eigenlijk maar 2,95 meer als de grote matten van dit merk. En deze zijn 11,95. Ja, dat zijn de standaard, dat zijn de dunnere. Hebben ook in alle kleuren, rood, groen, blauw, zwart. Die zijn ook die zijn zelfs goedkoper als onze die Fatta matten. Goedkoper. En dan hebben we deze maat in deluxe. Die ligt hier ook nog. Ook in 4 kleuren. En die is dan 17,95. Die is 2,95 duurder dan onze die Fatta matten. Persoonlijk, als ik een nieuwe mat zou moeten hebben, zou ik voor deze dekte gaan. Ja, de super deluxe gewoon. Echt deluxe. Ja, maar we gaan ook even kijken wat de markt doet. Kijk, als iedereen zegt, nee, ik wil deluxe matten, we gaan die standaard op de duur ook uit. Want we hebben even gekeken, we hebben nu 40 verschillende soorten close-up matten. Wij denken dat dat niet nodig is. Want iemand komt winkel binnen en zegt, hebben jullie close-up matten? Ja, is goed. Welke moet ik kopen? Dan zeggen we, ja, één van deze 40. 40? Ja, 40. Nou, wordt makkelijk als mensen een kleur willen. Ze zeggen zwart, valt er al een heleboel af. Maar toch, het is heel veel, het is te veel keuze. Zoveel heb je niet nodig. Ja, dus deze is ook fijner als je de spullen op hebt. Deze kun je ook wel omdraaien. Maar ik vind het altijd wel wat fijner als je hem toch net iets verder in kunt duwen. Ja, als je nu zit er wat plastic over, maar je ziet het werkt dan wel anders. Ja, maar ook met Twitch Shell Game. Een balletje heb je ook, Chop Cup heb je ook meer damping. Weet je ook, qua geluid ook. Dus dat is wel beter. Dus dat zijn de nieuwe close-up matten te vinden onder de beschrijving. Standaard close-up mat. Of kijk even bij accessoires, close-up matten. Ja, dat is makkelijk. Accessoires en close-up matten zie je ze allemaal. Ja, gaaf. Ja. Gaaf. En de winkel is weer volg door deze prachtige matten. We hebben ook één bij de deur liggen. Er staat welkom op ook nog. Zaterdag, morgen dus. Hebben wij de lezing van Woody Aragon. Daar zijn nog plaatsen voor. Wil je erbij zijn? Ben je gek op een Memorize deck? Heb je nog nooit gewerkt met een Memorize deck? Memorize deck is een kaartspel waarvan je de volgorde van de kaarten weet. Dus weet waar welke kaart ligt. Op welke plek welke kaart ligt. Noem maar op. Woody Aragon uit Spanje is daar een ster in. Is eigenlijk heel goed in. Hij leert ook allerlei dingen over theorie. Belangrijke zaken die je moet weten. Over het goochelen. Het is niet alleen trucjes, maar ook alles eromheen. Met nog veel meer extra's, andere routines en trucs. Leert hij jou in deze winkel. De lezing is om 4 uur. Dus eigenlijk als de winkel sluit, begint de lezing. De winkel is daarna verder gewoon open voor de aanwezigen. Maar voor de klanten die niet bij de lezing willen zijn, die moeten om 4 uur natuurlijk wel het pand verlaten. Dus wil je daarbij zijn, reserveer op snel een plekje. Of spring gewoon in de auto en kom hier binnenvallen op zaterdag. Je bent van harte welkom. Hè? Nee, je bent van harte welkom. Het is zonde als die man hier komt en er zijn niet heel veel mensen. Sowieso vakantietijd was een beetje een dubieuze datum, 5 mei. Voor ons ook, dat we denken, komen er mensen? Maar goed, we hadden qua datum geen keuze. Het was ja of nee qua lezing. Zeiden we, doe maar. En we gaan zien. Dus als je zin hebt, 5 mei, 4 uur, Dynamo Magic Shop, lezing Woody Aragon.
En we hebben nog een lezing staan, hè? Ja, dus in juni. Ik kom volgende keer terug van Rich Marotta. Klaar? Ja, dat was hem. We gaan deze video monteren. We gaan even kijken hoe het uitziet. We hebben nieuwe lampen en we zijn een beetje experimenteren. We hebben heel veel keuze qua licht, kleur en alles. Dus kijken hoe dit eruit gaat zien. Zullen we ons even het uitvinden. Maar dat is technisch meer. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot update nummer 88 over 2 weken. Yep. Groetjes. Hoi.